Hoi en welkom. Hi. Hallo. Hallo. Welkom bij product update nummer 29. Het is eind november. We gaan richting Sinterklaas. En we hebben natuurlijk weer een hele hoop dingetjes die we jullie willen laten zien. Precies. Nou moet ik even iets vreemds vertellen. Nou ja, het is vreemd. Onze kinderen hebben de schoenen gezet gisteravond. Dat doen de meestal mensen voor Sinterklaas. Mm-hmm. En er lag één ding bij. Ja. Openmaken bij de volgende update. Tovershop. Ja, Tovershop. Ik weet ook niet wat het exact is. Dus ik denk, ik ga er ook niet aan prutsen verder. Maar Tovershop, dat vind ik al vreemd, maar goed. Nou. We gaan even, omdat erbij staat, we mogen eens openmaken met de update. Maken we hem even open. Nee, ik ben ik ook echt serieus, ook geen idee. Schud. Maar krijgen wij geen... Oké. DVD's. Pepernoten. Mm-hmm. Mijn brief. Aan Tovershop Velde. Beste René en Mark. Bedankt voor het lenen van de DVD's. Volgend jaar zal ik laten zien wat ik geleerd heb. Piet. Nou, lenen van de DVD's. Ja, die had hij volgens mij meegenomen hier. De laatste keer dat... Hoe dan? Wanneer? Zwarte Piet hier was. Ik zag in de update, toen ik terugkeek, dat hij hier een staffel dvd's gepakt had. Wat zijn er voor dvd's? Kaart. Kijk hier. Ja. Nee, ik meen niet serieus. Ja, hier. Echt serieus, ja. Ja. Nou, dat is ook aardig van hem. Nou ja, aardig ja, dat hij dan gevraagd had. Oké. Nou, dat mysterie is dan meteen ook opgelost. Die laten we lekker hier liggen. Mm-hmm. Zo. Nou, dat was dat. Voor de rest, een aantal zaken. Wij beginnen met dit. Dit is een kaartspel zoals je ziet. Ja, het doosje halen. Ik verzamel namelijk kaartspellen. En dan gaat het voornamelijk om de rugzijde. En er zijn allemaal verschillende foto's. En elk van die foto's, van die achterkant, zit twee keer in het spel. Dus het is eigenlijk een hele collectie, zeg maar. En daar wil ik even iets leuks mee laten zien. Ik zal even twee voorspellingen uithalen. Laten we deze zien. En deze, voor het idee. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Oké, wat hebben we? Een 9 en een boer. Perfect. Mark, jij mag de kaart op je hand... leggen. Je mag gewoon een aantal kaarten delen totdat je het zelf genoeg vindt. Je mag stoppen waar je wil. Maar hou er rekening mee, je moet het twee keer doen, dus hou het kaart over nog. Ja. Je mag ook meerdere kaarten tegelijk wat je zelf wil. Stoppen. Oké, op die plek waar je nu gestopt bent, mag je deze kaart even neerleggen zoals hij nu ligt. Omgekeerd, waarom? Dat is iets makkelijker terugvinden dan dat je hem andersom draait. Mm-hmm. Oké, leg de hele stapel gewoon op. Super, pak het hele stapeltje op, maak het even netjes recht. Ja. Mag je hetzelfde nog een keer doen, nog een keer delen. En dan gewoon stoppen waar je zelf wil. Voor 5 kaarten zijn, mogen 10 kaarten zijn, mogen 20, wat jij wil. Ja. Leg die kaart ook weer omgekeerd terug, mag je daar stapel gewoon opleggen. Nou, het mooie is dat de goochelaar eigenlijk niks hoeft te doen. Mm-hmm. Nou, als het lukt, mag je de kaart even openstrijden. Nou, lukt dat jou wel, maar de toeschouwer zegt altijd als dat lukt. Ja. En nu zie je dat hier twee kaarten omgekeerd liggen. Mm-hmm. Ik ga die kaarten eruit halen met de kaarten die er langs liggen. Ik zal een beetje optillen ook, kijk. Hier heb je deze twee kaarten liggen langs elkaar. Ja. En je hebt hier ook twee kaarten die liggen langs elkaar. Uh-huh. De rest leg ik weer opzij. Zo. Nou, het zou natuurlijk heel toevallig zijn als die kaarten die ik van tevoren eruit heb gehaald, dezelfde achterkanten zouden hebben als die kaarten die jij, waar jij op gestopt bent, toch? Ja. Want elke kaart zit er maar twee keer in, dus die kans is heel klein. Maar het zou natuurlijk niet heel toevallig zijn als die achterkanten inderdaad exact hetzelfde zijn. Wat pas heel bijzonder zou zijn, is als de voorkant hetzelfde zou zijn. Of in ieder geval, nagenoeg hetzelfde. Dat wil zeggen, rode negen, rode boer. Wat ik nog vreemder vind, is hoe het kan dat jij net op deze kaart gestopt bent. Want al die andere kaarten zijn allemaal schoppen koning, zie je. Dat is op zich wel heel vreemd. Nou, dit is een hele oude truc. En hij heet het Rainbow Deck. Nou, we verkopen dit heel veel. Het is een super gemakkelijke truc om te doen. En voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. €7,50. Nou, dat is een koopje, vind ik.
En het mooie is dat als je aan tafel goochelen doet, je pakt al je kaarten bij elkaar. Je bergt ze op in het doosje en je bent nu weer meteen gereset voor de volgende keer. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben? Toch? Dus Rainbow Deck komt met een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Super gemakkelijk te doen. €7,50. Heb jij toevallig nog iets interessants liggen? Jazeker, iets mentaals. Ah, mentaal. Dat is heel toevallig, heel toepasselijk ook, denk ik. Ik weet niet of jullie het afgelopen vrijdag gezien hebben. Het programma Mindmasters is van start gegaan op SBS6. Precies. 5:30. Inderdaad. En Mark doet samen met Mike mee. Als een, ook als een act, zeg maar. Ja, als duo act. Als duo act, zo is goed, goed gezegd. Ik vond het een hele leuke act overigens. En we zijn door naar de volgende ronde. Komende week is hier niet te zien. Er zijn 8 andere mentalisten te zien. Maar vrijdag 4 december weer wel. Ja. Dus kijk er even naar als je het leuk vindt natuurlijk. En stemmen. Ja, dat die, vooral het laatst niet vergeten. Dat hij door kan naar de volgende ronde. Nou, om daarop in te spelen, zou je dan aan een simpele vorm willen denken? Oké. Okay. Ja, iets waar je makkelijk in je hoofd kan zetten. Nou, wil ik dadelijk om het publiek thuis ook te bewijzen dat we het juist geraden hebben. Mm-hmm. Wil ik dat je die tekening die je nu in je hoofd hebt hier optekent. En als je dan weer klaar bent, dan draai je het blaadje om, zodat ik het niet kan zien. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, hier heb ik ook nog het envelopje wat erbij hoort. Even kijken of dat gewoon een normaal envelopje is. Het ziet eruit als een redelijk vaak gebruikt normaal envelopje. Geen gat in of zo, wat dan ook. Nee. Ja, waar je vinger in kan. Ja, ja. Nee, dat is niks speciaals. Dan mag je het dingetje indoen. Mm-hmm. En dan ga ik proberen om jouw gedachten hier op terug te lezen. Ja. Oké, okay, denk goed aan die vorm, hè. Mm-hmm. Oké, ik kan geen veranderingen meer maken nu. Nee. Zou jij iedereen willen laten zien wat je getekend had? Ja, had ik al laten zien. Had je al laten zien in een driehoek. Dan gaan we eens kijken naar wat ik hier ook een driehoek. Kijk, dus het matcht compleet. Top. Top. Nou, dit is, ik weet niet wat het is. Ghost. De Ghost. Precies. Pak de doos erbij. Het is echt een heel cool ding. Niet nieuw, maar we hebben toevallig nu een nieuwe voorraad binnen, als je dit bekijkt. De Ghost is echt een vet cool gadget. Als je het bij je draagt, kun je de informatie van 2 toeschouwers die na elkaar dingen opschrijven, achterhalen. Teksten, woorden, getallen, figuren, noem maar op. En je kunt het instant. Dus je kunt 2 toeschouwers elk iets vragen om iets op te schrijven op een kaartje. Stop het in een envelop of tussen handen en je weet het meteen. De Ghost kost €92,50 met alles wat je nodig hebt. Stift, blokjes papier, refills, visitekaartjes, helemaal zwart aan één kant wit, zwarte envelopjes, compleet. Zou je na een tijdje door de voorraad heen zijn, hebben we refill packs van zwarte envelopjes en kaartjes om na te vullen. En we hebben refill packs van papieren waarmee je ook kunt navullen. Dus we hebben eigenlijk alles. Hm. Die links posten we ook onder het filmpje altijd, dat je kunt zien wat er allemaal is. Hm. Ja. We hebben er al heel veel van verkocht ook de afgelopen jaren. Echt serieus. Vanaf dat het uit is, heel veel van verkocht. Scherpe prijs. Ja. Zeer cool product. En zeer gaaf systeem. Ja. Dus dat is The Ghost. Yes. Ja, nou, dat was de eerste effect aan deze kant. Kijk. Check. Oh. Oh, waarom is die zoom weg? Achterlijk beroep.
Dit ziet er wel geinig uit hoor. Zo. Ja, oké. Okay. Ja. 3, 2, 1. Zo, we zijn weer terug. Ik vond het hier koud worden, weet je. Ik denk even mijn handschoen houden. Ja, dat geloof ik. En mooi groen ook. Ja, mooi hè. Ja. Verkopen wij ook guillotines. En, ja, soms gaat het natuurlijk mis en hou je zoiets over. Dat is natuurlijk niet al te best. Nee. Maar dit is op zich wel... Hallo? Dus hou je ervan. Hallo, zo. Dit is natuurlijk heel raar dit. Dit is raar, ja. Dit is, ja, dit is eigenlijk restjes van als je bijvoorbeeld trucs met armen doet. Nou, die gaat ook even weg. Ga je even weg, zo. Leg even neer. Zo, de handschoen even netjes uit. Nou, wat kan nog meer? Dus het komt namelijk uit één doos. Wacht. Gaat het? Oh, dat klinkt heel goed. Zo. Ja, ik heb last van je nek. Aan. Ja, 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 ik heb ook al maar last van mijn oor. Of kijk, als je dan... Auw. Er zijn allemaal dingen dat je denkt, oh, daar zit hij helemaal lekker. Allemaal gekke dingen. Nou, dit soort dingen, dat zit allemaal in de doos Freaky Body Illusions. Nou, er zit nog meer bij. Je kunt je oren flossen met een draadje. Laat je nu even niet zien, omdat je het echt moet prepareren. En dan zie je hoe het werkt nu. Je kunt jezelf laten zweven, zit erbij. Je kunt een vinger door je oor steken. Vergeet ik iets nog? Even kijken. Ja, je kunt een hand uit een doos laten komen hierbij. Ja, die je zelf even kunt prepareren met een willekeurige doos. Je kunt je nek inderdaad laten kraken. Je kunt gekke dingen met je vingers doen. Vingers laten verdwijnen, dat soort dingen. Zit er allemaal bij. Freaky Body Illusions. Als je nog geen idee hebt voor Sinterklaas cadeau. Ja. Is een hele vette coole goocheldoos. En we hebben een hele strakke prijs voor deze dingen. €59. Freaky Body Illusions. En nu we toch bij de goocheldozen zitten. Ja. Hebben we nog een hele moderne. Ja. Tegenwoordig gaat alles met de mobiele telefoon. Absoluut. In ieder geval met de iPhone is helemaal gemaakt om allemaal trucs te doen. Met je iPhone, er zit van alles bij. Met je smartphone in ieder geval, ook met Samsung kan ook, maar iPhone, smartphone. Ja, precies. Allerlei apps, trucs die zeg maar samen in samenwerking met je telefoon eigenlijk een digitale truc worden. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld de truc, die zit Wonder Dice Divination, die ken ik. Het zijn twee doosjes waar een dobbelsteentje in stopt. Mm-hmm. Nou, die truc kun je normaal doen zoals hij hierin zit. Mm-hmm. Maar je kunt ook je telefoon erbij pakken. Dan richt je die op het kokertje. En dan wordt er een soort röntgen gemaakt van het kokertje. En dan zie je gewoon door de kokertjes heen welk getal er boven ligt. Ja. Nou, dat werkt dus met elk getal. Je ziet kaarten worden onthuld op je scherm. Vet cool. Check de demo even op de site. Ja, ja, die moet je even zien en dan ben je verkocht eigenlijk. Ja, het is echt moderner dan dit kun je het eigenlijk niet maken. Nee. Je werkt samen met je telefoon en die paddles ook. Je hebt een vlieg op je telefoon, op je scherm zitten. Je hebt een paddle die is leeg. Dus een staafje is dat. Je gaat naar de telefoon. Boom. En boom. De vlieg zit op je paddle en is weg van je telefoon. Grappig dingetjes hoor. Ja. Hier ook een strakke prijs. €42,50. Van dezelfde makers als van Freaky Body Illusions, Marvin's Magic uit Engeland. Hebben geen rommel, hebben allemaal goed spul. Nooit problemen mee gehad, ook aan verkopen. Ook met name de Freaky Body Illusions al jaren. Ja. Dus perfecte Sinterklaas cadeaus. Voor welke leeftijd is dit geschikt? Nou, in principe... Ja, iedereen die een iPhone vast kan houden. Ja, je moet de telefoon kunnen bedienen. Precies. Laat ik zo zeggen, vanaf een jaar of 8 zou ik zeggen. Je moet ook met kaarten wel iets handig kunnen doen. Je moet wel een beetje een trucje kunnen laten zien. Ja. Vanaf 8 jaar en ouder. Dus iemand van 16 of 18 kan het ook prima. Ja. Al zijn de roze kleurtjes misschien een beetje te. Maar voor de rest... Het is gewoon een blitz maken, het roze. Ja, ook dat. Ja, toch? Ja. iMagic. Twee coole goocheldozen, zeg maar. Nog iets? Ja, ik heb hier nog... een zakje, de Whiteboard Bat. En daar zitten twee pedals in. Twee whiteboard pedals. En twee whiteboard markers. Eén rode en één zwarte. Nou, je kunt allerlei routines verzinnen. Maar dat hoeft niet, want die staan ook nog eens een keer in het boekje. Ik geloof iets van, nou, ik wou zeggen 20, maar over de 50 trucs. Die je dus met of één, of twee, of alle twee die dingen kan laten zien. Nou, bijvoorbeeld, kruis je hier. Kruis je daar. Kruis je daar. Kruis je daar. Twee kruis hier, twee kruis daar. Nou, dan veeg je deze weg.
En op de andere kant, dan is hij ook verdwenen. Ja. Oké, dat is raar. Snap je? Nou, snap ik het niet, maar het klopt wel wat je zegt, ja. Maar ik zal even opnieuw beginnen. Je begint met twee kruisjes. Aan die kant en aan die kant. Oké. Nou, dan doe je deze dus wegvegen. En dan is de andere kant dus ook weg. Oké, ja. En dan zou je van die andere kant weer terug naar die overkant laten springen. Dan zit hij weer aan die andere kant. Snap je? Ja. Nou, dan kun je hem er zo van afpakken. Dan is dat pelletje helemaal leeg. Maar dan kun je hem poef eronder weer terug erop gooien. Is die kant weer aan. Nou, je kan voorstellen als je dat met twee pedals tegelijk doet. Dan is het echt een... Van de ene naar de andere, ja. Een oase aan verblussende dingen. Ja, heel cool. Deze dingen zijn niet geprepareerd. Nee. Het is gewoon een... Kunststof. Kunststof. Pedal, ja. Plaatje. Ja. Ja, onderschat de pedal move niet. Ja, het berust dus enkel op een inhandeling, zeg maar. Ja. Het is niet een speciaal ding. Nee. Klepjes, schuifjes. Het is een speciale handeling. Precies. En die is niet moeilijk. Maar wel effectief. Ja, nu ben ik even aan het denken wat we zouden kunnen doen. Dat betekent nu ter plekke eventjes. Mm-hmm. We verkopen ook de White Adventure Pedal. Ja. Met een video. Mm-hmm. Die kunnen we ook hierbij stoppen natuurlijk. Daar leer je de pedal move namelijk heel goed op. Ja. Bonus dus. Je krijgt bij deze set tevens instructies om een hele routine te doen. Lijkend op wat we net hebben gezien met die kruisjes. Mm-hmm. Krijg je ook een extra bij. Dus dan heb je deze set. Twee pedals dus. Twee pedals, twee stiften. Ja, precies. Eén pedal normaal verkopen bij... Los voor 17,50. 17,5. Met stift. Mm-hmm. En een video. Dus nu krijg je twee pedals, twee stiften, een boekje met 50 routines en de video voor 19,95. Nou. Kopen met z'n tweeën. Pak er elk één als je wilt besparen. Ja. En klaar. Precies. Ja, dat is gewoon cool. Dus... Waar. De Whiteboard Pedal Set, of de Whiteboard Bed, het heeft een aantal namen, maar op de site zul je het zo terugvinden. En de link zie je ook onder het filmpje nog staan. Yes. Ja, heel cool. Ja. Absoluut. Dit is ook een heel gaaf ding. Pyro heet het. We hebben hem al enige tijd, maar hij is nog alles uitverkocht, omdat het soms heel snel gaat met die dingen. Pyro, ja, eigenlijk kunnen we openmaken toch? Ja. Op zich is dat niet erg dat je daar iets in ziet. Het is niet echt een truc, het is een gadget. En Pyro laat jouw vuurballen schieten. We draaien dat even hier in beeld. Laat je vuurballen schieten uit je hand. Nou, het is een speciaal kastje. Zo. En dat kastje, dat draag je eigenlijk als een horloge. Pak even alle dingen eruit. Het zit goed vast in de doos. Zo dan. Zo. Hoppa. Dit draag je eigenlijk als een horloge. Zo. Hier zitten vier vuurbuizen, laten we zo zeggen. En een afstandsbediening. En elke keer als je op de afstandsbediening drukt, schiet die één vuurbuis leeg. Zo kan je dat zien. Dus je laadt dit met flashwattjes onderin. Daar bouw je eigenlijk de druk mee op. Daarop gaat een propje flashpapier. Dat is wat er wegvliegt. Je draagt dit op het moment dat jij zelf of iemand anders, goed afspreken van tevoren trouwens, op die knop drukt. Gaat er één buis, schiet je een vuurbal. Afhankelijk van hoe je het prepareert, kunnen die ballen 6 tot 9 meter ver schieten. Dat ligt aan hoe strak je het erin stout, hoe je het papier fout en noem maar op. Mm-hmm. We hebben het onlangs hier buiten getest bij de winkel. Ja, was jij niet bij, was toevallig met de lokale goochelclub die hier in de winkel bij elkaar komt. Dat was inderdaad cool om te zien. Verkoopt zeer goed. Dus als je de superheld wil uithangen of gewoon iets spectaculairs wil doen of op het podium een gaaf effect nodig hebt om vuur gewoon uit je hand te schieten. Is dit echt gaaf. Het is super professioneel gemaakt. Het is niet een plastic prul ding. Het is echt een speciaal ontworpen gadget. Ja. Met alles erbij wat je nodig hebt. Er zitten spulletjes bij om te draaien. Er zit een polsband zit erbij. Pincet, noem maar op. En uiteraard krijg je daarnaast ook nog een beetje terug erin. Stoppen. Een heel pak erbij. Met het benodigde fles papier en fles watten. En dan kun je eigenlijk, volgens mij was het iets van 120 keer kun je al schieten met het materiaal wat je krijgt. En als je dan zegt, ik wil nog meer schieten, dat kan. Want die pakken hebben we volgens mij voor 19,95, 22,50, iets in die richting. Hebben we deze pakken ook nog te kopen als extra. Dus dan kun je gewoon weer 120 keer schieten. Nice. Pyro kost €195. 2 jaar garantie. Mocht er iets mee zijn, wij lossen het op.
Hebben we al ooit meegemaakt dat er iets mee was? Nee. Dus maak je geen zorgen. Pyro versie 2, 195 eurotjes. Mm-hmm. Ja, er kwam net, op het laatste moment kwam er iets binnen. Dan ben ik even aan het denken hoe we dat zouden kunnen laten zien. Ja, ik heb niet echt een toepassing voor. Maar stel voor, ja, het is mijn idee. Je hebt een, oh, dit zijn trouwens chemische pepernoten. Weet je dat? Chemische pepernoten, ik zal het laten zien. Kijk, zie je? Dus die ligt ook op, als je daarop drukt met je vinger, zeg maar, zo, dan ligt die ook op, zie je. Nee, dat is onzin. Maar dit is een, we hebben het net binnengekregen. Mogen we laten zien hoe dit werkt? Eigenlijk moet je wel, hè? Toch? Zo. Nee, niet doen. Oké. Okay. Nou, het is een TT. Goochelaars weten misschien wat we daarmee bedoelen op zijn Engels. Ja. In Nederland zou het een DS zijn. Geen Nintendo. En daarmee kun je, uit het niks kun je namelijk hele felle lichtflits laten verschijnen. En je kunt bijvoorbeeld, Alex Pedrea deed ooit, liet zijn telefoon zien, dat zijn accu bijna leeg was. Liet hij ook zien, iedereen, kijk, accu is bijna leeg, zegt hij, maar ik kan, door mij te concentreren en mijn vinger op de telefoon te leggen, en kwam er een flits, gewoon lichtflits, en dan liet iedereen zijn accu zien en die was helemaal volgeladen. Nou, dat effect krijg je niet bij, maar dat is wat je hiermee kunt doen. Mm. Let op, wij dachten ooit dat we dit product origineel gekocht hadden, maar dat bleek een Chinese kopie te zijn. Wat we nu hebben is de originele versie van de originele maker. Mm. Super goed gemaakt, geen losse accu'tjes die af kunnen breken, los kunnen raken, wat dan ook. De oplader is magnetisch, magnetisch contact. Je laat het kabeltje in de gimmick zakken, klikt vast in de USB en hij laat op. Je krijgt een jaar garantie. En we noemen hem de TT Flash, noem ik hem even. De echte naam staat beneden. En dan kun je op de site even zien wat het is. Hij kost 99 euro. Binnenkort komen nog meer producten van dezezelfde maker. We hebben al meer van op voorraad, maar die bewaren we tot een volgende update. Dus dat is een heel gaaf apparaat waarmee je flitsen kunt produceren. Dus die kan ik gewoon opeten. Hè? Nu, ja, moet je zelf weten. Eigen risico. Dit is overigens een pakje Marlboro. Rook jij? Ja, je rookt, hè? Mm. Oké, okay, heb je wel eens een tekort sigaretten? Dan pak je gewoon extra sigaretten erbij, namelijk. Dat kan, zie je. Ach, pak je sigaretten, zie je. Of je pakt deze, zet je hier neer en je pakt deze erbij, kan ook. Of je extra sigaretten. Oké. Okay. Dus hebben we nu in totaal hebben we 3 pakjes sigaretten. Is dat genoeg of zeg je, ik wil er nog eentje bij hebben? Is geen probleem, dan pakken we namelijk nog eentje bij. Oké, okay, ja. We hebben een heleboel sigaretten. Ja, maar nou nog... Nou nog? Ja, zonder aansteker, die kan beter... Je bedoelt, die moet je wel eens aansteken, dat kan ook. Dan zou je kunnen zeggen, wacht even. En dan pak je bijvoorbeeld lucifers. Okay. Niet het leuk natuurlijk lucifers, maar als je één doosje hebt is leuk. Maar mooier is als je natuurlijk twee doosjes hebt. Dus dat wil je even hier neer, twee doosjes. Of je zou kunnen zeggen, nee, ik wil er liever 3. Geen probleem, pak je 3 doosjes, kijk dan ook. Of je zegt, ik wil er 4. Pak je 4, dan heb je een heleboel lucifer doosjes. En er zit ook echt... Oh ja, kun je openmaken. Ja, er zit gewoon iets voor in. Ja. Ja, dat kan. Oké. Okay. Nou. Ja. Dit, nou ja. Hoe kwamen we hierop? We verkopen sinds kort de Marvelous Multiplying Boxes. Dat is een kaarttruc waarbij je een kaartspel hebt. Je pakt het kaartspel, pak je en plotseling heb je er 2. Je steekt er eentje weg, pak er nog één, heb er weer 2. Pak er nog één. Nou, het filmpje draaien we... Ergens hier een beeld. Deze gimmicks mag je zelf beplakken. Naar keuze met de kleur. Bicycle rood of blauw. Mm-hmm. Wilden we even niet doen om dit heel mooi nieuw te laten. En toen dacht ik. Goh, wij verkopen eigenlijk iets wat daar heel veel op lijkt. Qua techniek. Al jaren in 2 uitvoeringen. Namelijk de Marlboro sigaretten. Yeah. En de Lucifers. Mm-hmm. Nou, dit is 1 set. Kost bij elkaar 55 euro. Je produceert 4 pakjes sigaretten. Dan 4 pakjes, 4 doosjes lucifers, 55 euro. We verkopen ook enkel de lucifers, dus dan produceer je enkel 4 doosjes lucifers, 25 euro. Zolang de voorraad strekt, dit wordt niet meer gemaakt, is super goed gemaakt. Ja. Laat ik zo zeggen, de kaartendoosjes zijn ook goed gemaakt. Maar als ze deze zo gemaakt hadden als dit, vond ik het nog veel en veel gaver. Qua grootte namelijk. Hm. Ja, mensen die weten, een beetje van goochelen weten wat we bedoelen. Want hier staan allemaal doosjes die allemaal even groot zijn. Nou, dat is hier niet echt het geval. Niet dat een toeschouwer opvalt, maar het gaat even om het idee. Overigens wel een gaaf ding hoor, er is niks mis mee. We verkopen het ook goed, maar ja, we hebben dus allerlei versies. De Marvelous Multiplying Boxes kosten 55 euro per set.
Dan hebben wij dus inderdaad deze. De hele set €55. En alleen de Lucifer doosjes €25. Deze bergen we even op. Zo. Een heleboel doosjes. En dan denk ik, heb jij nog iets? Nee. Heb je een lunchje meegenomen? Wat is dat? Nou, dan zit het nieuwe willen dat je lunch is. Nee, oh, dit is ook misschien wel leuk, ja. Drie kaarten. En voor de rest een... Achterbrouw. Een lege zak. Uiterbrouw. Ja, nou ja. En een klaver 5. Ja, oké. Okay. Een lege zak. Een zak is leeg. Ik zal hem even de camera echt laten leeg. Zien hier. Echt leeg. Completely empty. Ja. Helemaal leeg. Oké. Okay. Denk eens aan... aan een van deze drie kaarten. Ja. Enige gedachte? Ja. Oké. Okay. Niet afgesproken. Ja, met die erin. Nee, dit was het niet. Nee, dit was hem ook niet. Leeg. Hartstikke leeg. Welke kaart had jij net in gedachten? Klaver 5. Klaver 5? Ja. Klaver 5. Empty. Dit is een cool effect. Ja. Amazing 3 card trick. Ja, heel cool. Is je simpel? Kun je het blijven herhalen? Ja. Met een ander resultaat? Ja. Heel cool. Nou, moeten we daar heel veel meer over vertellen? Nee. 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 Wat heb je nodig? 3 kaarten en een zak. Ja. Papieren zak, plastic zak. Je kan het ook in een hoed. Wat je wil eigenlijk. Maakt trouwens niet uit. Papieren zak heb je toevallig bij de hand. Ja. Ja? Heel cool. Amazing 3 card trick. Ja. De truc met de 3 kaarten. Ja. Heel gaaf. Oké. Okay. Nou, dat was het laatste wat ik hier had liggen. Ik heb hier nog 1 ding. Het Kids Show Masterplan boek van Danny Orleans. Ik ken hem van vroeger van Genie Magazine, toen hij op geabonneerd was. Hij schrijft hier heel veel. Ja, als je ooit voor kinderen goochelt, sterker nog, als jij voor kinderen goochelt en je hebt nooit nagedacht over hoe je dat dan moet aanpakken, maar je hebt gewoon een aantal trucs bij elkaar gezocht en je doet dat, is dat heel leuk. Maar als jij meer boekingen wil krijgen of echt wil leren wat belangrijk is, hoe kinderen denken, hoe je om kunt gaan met kinderen, hoe je je zaal of kinderen onder bedwang kunt houden, op een nette manier bedoel ik dan. Hoe je kunt zorgen dat ze aandacht aan jou geven. Hoe je assistentjes op het podium moet behandelen. Dat je moet zorgen dat de kinderen niet over het podium heen en weer vliegen. Allemaal dat soort dingen. Geef Danny Orleans je advies in dit boek. Hij is zelf leraar. En hij gaat voornamelijk in op de psychologie, over hoe kinderen denken en doen. Nou, en als je dat weet, dat maakt namelijk alles een stuk gemakkelijker. Als je weet hoe kinderen denken, dan kun je daar ook beter in verplaatsen en kun je daarin aanpassen. Hij leert je ook een aantal nieuwe routines. Ik dacht, niet heel veel, maar een stuk of 4 of zo staat hier ook op. 7 nieuwe routines leert hij ook. Compleet aangepast aan het boek ook en aangepast om kinderen te entertainen. Staat er nog meer? Ja, eigen karakter ontwikkelen. Heel belangrijk, want wie ben je eigenlijk? Hè? Ben je jezelf, als in dit geval als René? Of zou ik werken zoals ik in een vorig filmpje bijvoorbeeld mijn broer hier zat, die leek op Zwarte Piet? ik bedoel, ga je voor een typetje of ga je voor jezelf? Heel belangrijk ook. Misschien misschien wel belangrijk. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Samen met het verhaal wat je overal bemaakt. Ja. Je kunt natuurlijk een kleurboek laten zien. Hè? Leeg. Gekleurd, of vol met tekening en gekleurd. Of je verwerkt het in een heel verhaal waarin het boek verandert van van uiterlijk, maar daar een heel verhaal waarom het logisch wordt dat dingen gebeuren. Ja. Heel belangrijk. Nou, daarnaast, commercieel gezien, marketing. Kijk, we kunnen wel thuis gaan zitten, een internetwebsite bouwen en wachten tot boekingen binnenkomen. Maar je kan ook anders van start gaan. Het hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Je kunt binnen een kwartier kun jij een heel slim plan opzetten en veel reclame maken. Ja, en daarvoor gewoon veel boekingen binnenhalen. Want dat is uiteindelijk wat je wil als je goochelaar bent.
Ja, masterplan. De naam zegt het al. Als jij kindergoochelaar bent en je wil meer werk hebben, professionele worden, moet je dit bezetten. Sla één keer over dat je een truc koopt en koop een boek. Ja, want het is gewoon de theorie. Als je een vak leert, leer je ook theorie. Nou, goochelen is een vak. Dat zien sommige mensen het als hobby, dat mag ook. Maar dus als je een achtergrond theorie. Hebt, is een vak. Ja, er is ook een hoort ook theorie bij. Ja. En dat is echt wel gaaf om te lezen, hoor. Ik bedoel, dat verbreed je manier van denken zo ontzettend. Ja, kijk, en als je nu, het gaat even out of the blue. Dan hebben we nu over dit boek. Nu duik ik gewoon hier even één stap naar rechts. Want daar moet ik nu even aan denken. Dat was niet het plan. Maar zo heb je, ik weet niet of je deze zelf gelezen hebt ooit. Nee. Nou, The Real Secrets of Close-Up Magic. David Stone. Nou, wat dit voor kindershows is, is dit voor table magic. Ja. En restaurant magic. Jongens. Ik heb dit boek gelezen. En één dag. Ik heb me behalve dubbel lach van het lachen. Is David Stone. Nou ja, als je David Stone kent, weet je hoe hij denkt en hoe hij schrijft. Zoveel waardevolle dingen. Zoveel tips. Hoe ga je om met obers? Hoe zorg je dat je aan een tafel goed de aandacht krijgt? Hoe hou je iedereen tevreden? Zowel je publiek als het personeel wat werkt. Hoe zorg je dat ze niet, net als jij begonnen aan tafel met goochelen, dat dan de ober de hele tafel vol komt zetten met eten? Allemaal dat soort dingen en nog veel meer, heel goed en duidelijk beschreven in dit boek. Ja. Deze overigens kost €59. Nou ja, aangezien ik deze er nu bij gepakt heb. Deze is €32,50. Serieus, een aanrader. Als je wil leren en wil genieten, groeien. Zeg maar. Ja, groei ook nog maar echt als je ook houdt van. Maar het is leuk om te lezen. Het is ook, zeg maar, niet alleen maar zware theorie, maar het is leuk om te lezen. Is deze ook absoluut een aanrader. Ik heb wel eens een DVD gezien, er zit ook een paar van die dingen in. Nou, dat is de stijl dus. Wel zo herkenbaar. Als je het kijkt, dan denk je, ja, dit is precies waar iedereen die meer dan 20 optredens gedaan heeft, die kan zich wel zo vinden in dingen die hij naar voren gooit. Ja, want Jack, die hebt die demo's, de demofilmpjes van de DVD's, waar hij aan tafel komt en dan vraagt de toeschouwer, kun jij mijn vrouw laten verdwijnen bijvoorbeeld? Die band kijkt even weg, en dan wordt de zak over het hoofd getrokken, voep, tape om de mond, dan is het, voep, vrouw weg. En dat is de manier, zoals ik kan zeggen, dat is dus de manier, de funny manier zoals het hele boek geschreven is. Dat is echt aanrader leuk. Dus, ja. Echt aanrader. En dan denk ik dat we er zijn. Ja, dat een paar dingen die niet gepland waren, die er even bij kwamen. Dat is helemaal niet zo erg. En voor de rest, we zijn gewoon open. De normale, we hebben geen speciale sluitingsdatums qua Sinterklaas of zo. Het enige wat zou kunnen is, en dat houd de website in de gaten, daar ben ik even over aan denken. Is volgende week vrijdag gaan we naar de liveshow kijken bij Mindmasters. En dat de tijd heel krap is om in de studio te raken. Kan het zijn dat we op de vrijdag om 4 uur dicht gaan in plaats van 5 uur. Dat geeft mij in ieder geval de tijd om op tijd daar te komen. En om er binnen te raken. Maar als je over twijfelt, check de website even bij openingstijden op de contactpagina. Dan zie je of dat zo is of niet. Dus voor de rest kan ik alleen maar zeggen, fijne Sinterklaas ook. Ja, precies. Mocht je er goed nodig hebben, gewoon bestellen. We versturen razendsnel. En als het goed is, wordt het ook heel snel bezorgd. Al is dat rond deze tijd altijd maar de vraag met Sinterklaas. Bestel dus niet op vrijdag nog de laatste dingen die je op 5 december nog moet binnen hebben. Maar het kan lukken, maar het kan ook niet lukken. Hm. En dan heb je pech. Ik vind het genoeg zo. Ik draai er een eind aan. Daar is het. Jongens, bedankt. Dames ook trouwens. Ja. Tot ziens. Doei. Hoi.